Ons voorouders het hulle as vrugbaarheidsgode beskou. Vandaag hoop navorsers dat hulle een belangrijke rol in die strijd teen HIV kan spelen. Maar wat hou die toekomst voor die volopste en toch die meest bedreigde klas dieren op aarde in? Kom nou, wat een dochterkie het nog niet probeer om een para te soen en die hoop dat hij in haar prins verander nie. Maar wat is para self in iets verander wat net in sprookjes voorkom? Daar is meer paraspecies als zoogdieren op die planeet. Meer dan 6641 species. Dat is een ongelooflijke getal. Maar dan is hulle ook ongelooflijke skepsels. Paddas het 300 miljoen jaar geleden al bestaan. Daar is voorheen geglo dat hulle voorsate die eerste wezens was wat uit die oceane gekruip en land toegeëien het. Hulle is beide roofdier en prooi. Een noodzakelijke skakel in die voedselketen, verantwoordelijk daarvoor om insekgetallen in toon te hou, terwijl hulle self een waardevolle bron van proteïne vir voels, slangen en in sommige landen zelfs mensen is. Hulle het mensen al op baie maniere gehelp, dikwijls waarvan ons niet eens bewust is nie, van vroeg zwangerskap toetsen tot om te verstaan hoe embryo's ontwikkel en hoe medicijnen werk. En hulle wonderlijke absorberende velle kan zelfs die sleutel tot een nieuwe soort antibiotica wees. Paddas is uitzonderlijke dieren, unieke skepsels wat een totale gedaanteverwisseling in een leeftijd ondergaan. Hulle het een ongelooflijke vermoeien om vanuit water bij land aan te passen, maar het is juist hulle afhankelijkheid van albei hierdie mediums wat ook hulle ondergang kan betekenen. Amper een derde van die wereldse amfibieën wordt als bedreig geclassificeerd. Een schrikwekkende 1856 species. En nog een verdere 168 heeft al reeds oor die afgelopen 20 jaar uitgesterf. Wat is die oorzaak hiervan? Een paar dingen. Aangezien paddas van water en land afhankelijk is, betekent dit dat hulle meer vatbaar voor beide omgevingsverlies en besoedeling is. En hulle uiters absorberende velle en eiers maak hulle kwetsbaar vir besoedeling op land en in water. Klimaatsverandering is een werkelijke bedreiging, terwijl een dodelijke swamsiekte in 36 landen en 287 species paddas glo verantwoordelijk is vir helfte van die onlangse uitwissings. Dan is daar die indringerspecies. Iets waarover paddakenner Dr. Jean Tarrant baie bekommerd is. Invasive species actually affect a very large proportion of the threatened species both in South Africa and globally. And it can be both animal and plant. Met indringerplante wat bezig is om paddas se natuurlijke omgeving oor te neem en nieuwe indringer roofdiere wat op die loer lê, het kenners goede reden tot bekommernis. Nou, 30% van Suid-Afrika's 120 amfibiese species is bedreig en hierdie getal is aan die toeneem. So, wat kan ons doen om hulle lot te verander? In februari is daar met 'n vooruitstrevende projek in KwaZulu-Natal begin met die doel om juist dit te doen. Maar hoe? Deur uitheemse species vanuit 600 hektaar vleiland te verwijderen en hierdie omgevings na hulle inheemse toestand te laat terugkeer. Hierdie vleilande is waar die sinnebeeld van bedreigde paddas, die Pickersgill serietpadda, thuis gaan. Een van Suid-Afrika's meest bedreigde paddas en een baanbreker vir amfibiese bewaring. Those are flagships for the huge number of other frogs and other wetland species. Our project is a three-year project. We're looking at beyond just the wetland areas. We're looking at the river catchments and surroundings. Hierdie type grootskaalse projekte is noodsaaklik as ons bedreigde species wil bewaar. Die kleinste veranderingies maak 'n reuse verskil. Versteenliking is die grootste vijand wanneer dit by omgevingsvernietiging kom. En een paddas wordt vooral daardoor geraak. Maar ons kan het omswaai, door ons tuine in een paradijs vir hulle te omskep en hulle so weer toe te laat om op 'n regmatige plek te bly.
Al wat het vergt is een klein dammetje, een paar paddavriendelijke planten. Als ons saamwerk, kan ons vir hulle klein stedelijke natuurlewe gangetjie skep. En ook so seker maak dat hulle nog volop is vir ons dogters en ons kleindogters om te soen.